We merkten dat toen de coronacrisis een beetje opkwam, hè, vooral in de eerste golf, dat er veel behoefte was aan uitwisseling van ervaringen en het delen van tips, eigenlijk vanuit de sector. En toen hebben we het initiatief gestart om de coronatafels te organiseren. Met als doel om mensen in verbinding met elkaar te brengen en op die manier dus de kennisuitwisseling onderling te stimuleren. Ik heb toen mijn eigen opgegeven via de link die er in de mail stond. Ik zoek wel herkenning daarin, van hoe, misschien dat ik daar iets van kan leren van andere cliënten. Van, om ermee om te gaan of kan ik er iets, ja, iets uit halen, zeg maar. Ik denk ook dat het vooral goed is dat je verbinding krijgt met anderen. En dat je daardoor geïnspireerd raakt. Het kan zijn dat je met een ervaring deskundige in contact kwam, maar het kon ook zijn dat er iemand van de gemeente bij zat of van een provincie misschien of van andere zorginstellingen, zorgaanbieders. Je maakt natuurlijk eigenlijk ook onderwerpen meer bespreekbaar en dat heeft toch wel mooie dingen gebracht. Teruggehoord van deelnemers dat ze zeiden van oh, ik zit ineens met hele andere mensen aan tafel die ik normaal niet spreek. En dat heel veel verfrissende ideeën gaf. En ook de tips die werden gedeeld door mensen. Die zeiden ook later van, oh ja, ik was zelf misschien nooit op die tip gekomen. Maar doordat ik ineens met een hele andere groep aan tafel zat, gaf dat dus ook een hele andere dynamiek. Juist door het heel laagdrempelig en ook denk ik in zekere zin praktisch te houden, bereikten we eigenlijk de hele doelgroep. Je had allerlei soorten rooms waar je kon aansluiten als het ging over corona. Dat vond ik ook leuk, want dan kon je toch kiezen van waar wil je naartoe of inbreng willen geven. Of luisteren naar anderen wat je aansprak, zeg maar. Ja. Je gaat gesprekken aan over onderwerpen die op dat moment spelen. En bijvoorbeeld een negatief onderwerp kan ineens uitkomen dat iemand leert omdenken naar het positieve. Mensen leren gewoon echt wel van elkaar. We kregen een van de laatste coronatafels van een van de deelnemers de vraag, hoe doen jullie dit? Hoe zetten jullie dat op? Want die waren erg te spreken over de vorm en die zagen dat ook wel binnen hun eigen organisatie. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om ook voor de coronatafels een handleiding te maken. Dus hoe zet je het op? Waar moet je aan de voorkant aan denken? Hoe doe je het technische stuk? Welke keuzes maak je daarin? En ook vervolgens, hoe doe je de uitvoering? Dus zo is eigenlijk de handleiding voor de coronatafels is eigenlijk een hele praktische handleiding. Dus we hebben het geprobeerd zo makkelijk mogelijk op te schrijven met heel veel praktische tips die je aan een soort van stappenplan meeneemt hoe je een coronatafel organiseert. Als je zorgt dat mensen onderwerpen inbrengen, ja, die spelen op dat moment. En dan zul je denk ik ook wel merken van dat je niet de enige bent die daar tegenaan loopt. Ja, dan kan je er alleen maar rijker van worden eigenlijk. Het is voor je mentaalheid goed, voor je gezelligheid en je even uit die werkelijkheid of even uit je eigen comfortzone. Want het is gewoon heel leuk, gezellig en leerzaam, want je leert van elkaar.